Hallo kijkers van kanaal Jay. Welkom bij deze nieuwe video en dit keer de Q&A video nummer 1. Bedankt voor allereerst al jullie inzendingen en laten we maar snel beginnen. Op naar de intro! Welkom, hallo kijkers. Mijn naam is Jake. En laten we maar gauw beginnen met de Q&A video. Oké. We gaan naar vraag nummer 1. Wat is jouw favoriete game? Nou, game ik zelf niet echt op een PlayStation of zo, maar als ik bijvoorbeeld spelletjes speel op mijn iPad of zo, is mijn favoriete game toch wel. Grocery Road Disney Edition. Oké, dan gaan we naar vraag nummer 2. Wat is je lievelingsdier? Nou, mijn lievelingsdier. Ja, dat is een beetje een grote vraag, maar vroeger was dat een kip. En tegenwoordig is dat geworden, vogels en hamster, honden, katten, nou dat is wel een beetje. Volgende, next one. Wat zijn jouw hobby's? Of wat zijn jouw favoriete hobby's? Nou, mijn hobby's zijn, Lego bouwen, ik hou van bouwen met hout. En ik hou ook een beetje van koken. Next one. Waar ben je het meest bang voor? Er zijn wel meerdere dingen waar ik het meest bang voor ben. Dat is dat er aanslagen komen in Nederland. Daar ben ik bang voor. Van IS. En waar ik ook bang voor ben, is dan wel voor, het klinkt raar, maar voor nachtmerries. Oké, volgende. Waarom doe je aan YouTube? Nou, dat is makkelijk. Ik doe aan YouTube omdat ik me toen een keer verveelde. Ik dacht, kom, laat ik eens gezellig een kanaal maken op YouTube. Nou, en sindsdien vind ik het helemaal geweldig. Ik begon met vloggen, maar die zijn alweer afgehaald, omdat dat niet goed ging. En trouwens, binnenkort komen er ook nog challenges aan. Dus, de vraag beantwoorden waarom ik aan YouTube doe, omdat ik het leuk vind. Om iets als bijbaan te hebben. Oké, volgende. Wat is jouw lievelingsdroom? Mijn lievelingsdroom is dat ik zo snel mogelijk mijn rijbewijs haal. Ik ben namelijk 16, dus... Ik moet 16,5 zijn, dus hopelijk haal ik het in, zonder te zakken. En wat ook nog een lievelingsdroom is, is dat ik, samen met een vriend van mij, die graag DJ is en doet, zou ik wel op het podium willen staan en een beetje mengen. Oké, volgende. Welke sport doe je in je vrije tijd? Nou, ik fiets zelf met een mountainbike. Fiets ik wel eens rondjes. En de berg op. En ik heb ook nog een sport. En dat is apporteren met de hond. En dat is het zo'n beetje wel. Nou, en dan nu de één na laatste vraag. Als het goed is, ben je verliefd? Oh my god. Ik was verliefd, ja. En ik was wel verliefd op meerdere meisjes. Ik heb ooit verkering gehad, maar dat was zeg maar niet echt verkering met liefde. Het was gewoon zeg maar voor de grap om te laten zien dat ik geen mietje ben en dat ik het wel durf. Maar ik ben verliefd.
En ja, ik ga de naam niet noemen, haar naam. Want ja, misschien wil ze dat niet. En mocht ze naar deze video kijken en denken van, nou ja, wat kan mij boeien. Ik zet mijn naam hieronder in de reactie. Nou, dan is dat goed. Bij deze, dat, het is de keuze aan jou dus. Nou, de laatste vraag. Wat is je lievelings- of favoriete liedje? Ik heb er meerdere. Nou ja, en mijn muziekstijl is wel een beetje happy hardcore met beat, zeg maar. En dance. Een beetje hardcore. Maar mijn lievelingsliedje is Faded. Alleen dan de remix van, ja, NCS of zoiets. En die heet Fade. F-A-D-E. En dan heb ik er nog één. En dat is dan, ja, Bertus, dus een carnavalsliedje van, ja, afgelopen carnaval. En ik heb er nog één, de laatste, en dat is Sun is Shining. Daar word ik vrolijk van, zeg maar. Dus. Ja, nou, en dan zit het er wel weer op. De vragen zijn alweer op. Nou, hopelijk vonden jullie dit een leuke video. Dus doe vooral een duimpje omhoog. En ja, hopelijk zie ik jullie weer bij een volgende Q&A video. En sowieso zie ik jullie bij de volgende video. Oh, ben je nog geen abonnee? Abonneer alsjeblieft, want ik heb het nodig. Zodat ik de volgende keer nog meer vragen kan hebben. En weet jij nog een challenge? Laat het hieronder in de reacties weten. Dus ja, dan doe ik die in het potje voor de challenges. Ik zeg, tot kijk. En ja. Ja, en toen viel de camera uit. Maar wat ik wil zeggen is, tot kijk. En ja, ben je nou nog geen abonnee? Abonneer eventjes. En ja, hopelijk zie ik jouw vraag wat er in een nieuwe Q&A video. Maar wel in ieder geval alvast bedankt. Op naar de outro. Beste kijkers, nu komt de outro. Maar ik waarschuw jullie wel, niet schrikken.